Als leerling binnengekomen zoals die andere twee. Nee, die was er al wat langer bij de vereniging. Die zegt op een gegeven moment, nou, ik zal je wel helpen. Die was heeft dat dus bijna 18 jaar gedaan. Maar dat niet alleen. René was er ook altijd, ik deed ook te verrichten beroep op hem. Als het ging om instrumentarium wat naar de kerk moest, of lessenaars, of het klaarzetten van stoel. En eigenlijk elke woensdag was het geregeld en ook bij andere oprit. En René, daar wil ik jou toch voor bedanken. Thank you.
moment van een prachtige dag. Ik heb delen daarvan meegemaakt en wat me geraakt heeft, dat is toch het enthousiasme waarop jullie allemaal muziek hebben gemaakt. Mensen die dat elke dag nog doen, maar ook een aantal van jullie die zo nu en dan het instrument nog eens in de hand hebben. Of onlangs weer kregen aangereikt van ga het eens weer proberen. En ik heb gezien vandaag dat dat fantastisch gelukt is. Ik hoorde dat er eentje was die had vandaag gedacht ik kom niet, want dat stuk vind ik toch wel heel moeilijk. Maar lof voor jullie dat jullie er allemaal geweest zijn. Een woord van dank aan het begin van mijn toespraakje voor de mensen die het georganiseerd hebben. Volgens mij zitten ze op deze achterste rij. Jullie bedankt voor de organisatie van deze dag. Ik weet ook dat je geholpen bent weer door heel veel andere mensen. Dus lof voor jullie voor deze mooie dag. We komen aan het eind van een mooie muziekdag, maar we komen ook aan het eind van een periode. En dat is een periode van 23 jaar, waarin Bert de orkestleider was, de dirigent was van het jeugd- of opleiding en orkest, zo die wordt genoemd. Een periode, en we hebben er vandaag in jouw verhalen gehoord, maar ook in de muziek gehoord, want jullie hebben eigenlijk de 23 jaar nog eens doorgenomen, waarin veel gebeurd is, veel gelachen is, ook veel gehuild is misschien, veel spanning is geweest, maar ook veel successen zijn gevierd. En dat markeert, denk ik, zo'n periode van 23 jaar. Je neemt afscheid als dirigent, maar je neemt geen afscheid als lid van Jubal, en daar zijn we enorm blij mee. Je blijft spelen, je blijft de tamboermeester van het showorkest. En penningmeester ben je onlangs weer geworden van de club. Dus fantastisch dat je ook in de club blijft. Wat geven we iemand mee die na 23 jaar weggaat? Als teken voor 23 fleurige jaren, en ik hoorde eigenlijk dat we afscheid van jou nemen, ook een beetje van Rini, want ik wist niet dat jij ook wel eens dirigeerde, maar je hebt er ook wel eens voor gestaan, begrijp ik nu. Ook jij bedankt daarvoor. Dat is het ene wat we je mee willen geven. Het tweede wat bedacht is voor jou, van je krijgt dadelijk wat meer vrije tijd, en je zei, wat ga ik nu de woensdagavond straks doen, want ik heb 23 jaar lang op een fiets, of met de auto ging ik naar de Op Maat toe. We hebben iets bedacht voor jou en we hopen dat je hier heel veel plezier van hebt. Een avond uit, kijken naar andere mensen en hoe die misschien muziek maken of genieten. En ik hoop dat jij met je gezin daar ook van geniet. Dat is nummer 2. Dankjewel. En nu wordt het wat spannender, want ik heb het ingepakt. En dat was toch wel zoeken de laatste tijd, van wat geven we nou jou mee? En misschien is het goed dat je dat even weer ergens terzijde legt. Maar dan wil ik je iets meegeven wat we nog nooit iemand hebben meegegeven binnen Jubal. En we vonden dat dat jou toekwam. En ik weet het eigenlijk zelf, maar laat het uitpakken. Papier kan weggebruikt worden. Papier kan weggebruikt worden. Het is misschien als je het in eerste instantie ziet niet zo heel bijzonder. Het is iets wat je altijd in de hand hebt. Maar we hebben gedacht om Bert als eredirigent te benoemen van onze muziekvereniging. Voor alle waardering voor wat jij hebt gedaan. En ik weet ook zeker nog zult blijven doen voor de club. Ik weet ook zeker dat je dan met enige regelmaat voor een van onze orkesten staat. Ik hoop dat je dan dat stokje eens wilt gebruiken. En ik wil je daarin ontzettend bedanken voor alles wat je hebt gedaan. En in de trant van Bernard Haydn, want die was eredirigent, mag jij ook in die voetsporen gaan. En ik hoop dat we je daarmee de eer ook laten toekomen die jij zonder meer verdient voor al je fantastische werk. Bedankt. Ja, ik zeg, we hebben nog 2 uur, dus 12 uur, 20 wat dicht, dus ik heb nog 2 uur niet. Nee, gekheid. Ja, terugkijken op 23 jaar, 23,5 jaar. Afscheid nemen is natuurlijk altijd moeilijk. En 23 jaar, maar het lijkt geen 23 jaar, het lijkt nog geen 23 weken. Ik heb het altijd met plezier gedaan en ja, de journalist vroeg mij vanavond van wat doe je als een nieuwe dirigent als een weekje of 2 ziek is? Kunnen ze jou nog bellen? Ik zei ja, dat kunnen ze altijd. Dus, ik zeg wel, wist je kunnen nog eens een keer weer een orkest dirigeren, dat zal vast wel eens voorkomen en dat doe ik altijd met plezier. En ik wil jullie, jeugdorkest van nu, van vroeger, de eerste van de eerste 3 jaar terug zit een aantal tussen nog steeds, ook bedankt. Ik heb het altijd met plezier gedaan, ik heb gewoon voor jullie genoten. Ik heb jullie, en dat meen ik serieus, er zijn erbij, die kwamen binnen en ik denk nou, dat weet ik niet, dat wordt nooit wat.
Maar ik zal in het maar zeker beter lachen van het wordt nooit wat ernaar bij je denken. Neem je mee serieus allemaal bedankt.